Na een periode van 9 dagen is het treinverkeer tussen Groningen en Veendam, Leer en Assen vanochtend hervat. Tijdens de voorjaarsvakantie werd niet alleen een groot deel van het nieuwe station Europapark gebouwd, ook werden sporen, bovenleiding en beveiliging vernieuwd. De gigantische operatie verliep geheel volgens plan, tot vreugde van ProRail en aannemer BAM. Je bent een half jaar met de voorbereiding bezig, die 9 dagen knallen. En als na 9 dagen alles klaar ligt en het ligt netjes op zijn plek en de treinen rijden weer, ja, dan is dat een enorme kick. Tot de opening van het station in december moet er nog veel gebeuren. Het middenperron waar wij wat achter ons staat, dat moet nog verder afgebouwd worden. Het zijperron moet gebouwd worden. De kap wordt in week 15 geplaatst van het zijperron. De pleinen, dus we zijn nog niet klaar. 9 dagen lang werkten dagelijks ongeveer 500 mensen dag en nacht aan het station. De klachtenlijn werd echter niet platgebeld door buurtbewoners. Sterker nog, de werkzaamheden werden massaal gevolgd vanaf een tribune en via een webcam. Er waren eigenlijk alleen maar positieve reacties. We hebben vandaag de resultaten dat er zo'n 10.000 mensen gekeken hebben via de webcam. Plus dat de tribune waar we hele positieve reacties hebben ontvangen. Medio april kunnen enthousiaste buurtbewoners opnieuw plaatsnemen op de tribune. Een tweede perronoverkapping wordt dan geplaatst. Slecht nieuws voor treinreizigers, want zij moeten dan opnieuw 2 dagen gebruik maken van bussen. In december volgt de opening van het station. Tegelijk wordt dan ook de onderliggende fietstunnel in gebruik genomen.